Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS. Welkom weer in een nieuwe aflevering van Voetbal Rotterdam TV. En deze week doen we alleen de terugblik. Want ja, zoveel nieuws als er in het paasweekend was, kunnen we u niet onthouden. En dus gaan we even snel door wat uitslagen, wat nieuwsfeiten en wat standen heen. Deze week dus geen latjetrap of voetbalquiz. Dat ziet u volgende week weer. Maar vandaag alleen de terugblik. Beginnen we in de topklasse en zien daar dat de belangrijke wedstrijd ARC Barendrecht op het spel stond. En het werd 0-4. Jawel, een wilde, want Barendrecht scoorde 4 keer. Eigenlijk scoorde Barendrecht 3 keer. En dat kunt u namelijk zien in de samenvatting van Erik Huissen, ook op deze site. 1 eigen doelpunt, de 4e van ARC, deed ARC de das om en zij degradeerden direct. Op tweede paasdag stond ook nog SVZW van Hans Krij junior op het programma tegen Capelle. En dat werd 1-0, dus Capelle kon helaas Barendrecht niet helpen. En daardoor is de stand nu dat Capelle op de 10e plek terug te vinden is. En Barendrecht net boven de streep op een 12e plek. Met 23 punten gevolgd door Harkemaarse Boys en SVZW op 22. In de hoofdklasse B was er een duur verlies voor Zwaluwe bij LRC. Het werd 2-1 in de 90ste minuut. FVVH won de, noem het topper, tegen Scheveningen met 2-0 door 2 doelpunten van Roel van Riksoort. De stand daar is Scheveningen nog steeds eerste, gevolgd door Kozakkenboys op 1 punt. ASWH en RVVH die hebben een kleine aansluiting kunnen vinden. Onderin daar deed niveau Sparta van zich spreken door te winnen. Met 1-0 van Hoek, helaas verloren zij, of tenminste helaas, niet voor Zwaluwe. Helaas verloren zij met 5-0 op tweede paasdag. En zij blijven op een 11e plek staan, Zwaluwe op een 9e plek. En dat gat is nog maar 1 punt. Volgende week de belangrijke wedstrijd Zwaluwe-Heerjansdam. In de eerste klasse B weinig verrassingen. Smitshoek won de uitwedstrijd bij RCL met 2-5. Alexandria verloor met 2-1 van Schravenzande. En mocht u denken, wat is een massale vechtpartij? Nou, GHC Breukelen werd 2-1 en de afloop was er een, ik mag wel zeggen, massale vechtpartij. Mocht u daaraan twijfelen en denken, wat is dan precies een massale vechtpartij? De beelden zijn op YouTube en op RTV Utrecht te zien. Mensen liepen achter elkaar over het hele veld. Dan mag je volgens mij spreken van een massale vechtpartij. Rijnvogels BVCB, het schokeffect van het vertrek van Waslander, heeft nog geen resultaat gehad. 1-0 voor de Rijnvogels en daardoor is de stand op dit moment Smitshoek op 1 met 47 punten. Delta Sport, de enige achtervolger nog, maar wel op gepaste afstand. 9 punten, 38 punten op de tweede plek. Leonidas, zij verloren en konden de aansluiting met Breukelen niet vinden. En DSO won, dus dat gat is alleen maar groter geworden en het is een kwestie van tijd. Spijkenisse blijft op een gevaarlijke 11e plek staan. 2 punten achter BVCB en Vitesse Delft. Dan de eerste klasse C. Daar hebben we Stedoco en Heijnen Noord in de kampioensrace. Beide wonnen. Heijnen Noord won met 7-1 en 4-1. En ook Stedoco won ruim met 5-1. Stand aan kop daar is Stedoco op 50 punten met een wedstrijd minder dan Heijnen Noord, wat 47 punten heeft. Onderaan, daar is het nog steeds billenknijpen voor Rijsoord en VVC is daar gedegradeerd. Gaan wij over naar de tweede klasse. In de tweede klasse D, daar is CWO volledig de weg kwijt. Zij verloren met 0-4 thuis van Pernis. SAO won zijn thuiswedstrijd met 2-0 van Zuidland. En het schokeffect bij Roon bleef uit. Het wegsturen van Langeveld heeft niet geresulteerd in een overwinning. Zij verloren de uitwedstrijd op papier, maar wel thuis met 2-0 van Spirit. TOGR pakte een verdienstelijk punt, maar het helpt ze niet in de stand. TOGR blijft de laatste met 15 punten. Schravendeel zit daar 1 punt boven op 16. En het gat naar PPSC is vervolgens alweer 3 punten. En zij staan op 19. Roon op de gevaarlijke 11e plek met 22 punten. Pernis en VDL, zij moeten nog waken. Pernis heeft 23 punten en VDL 24. In de derde klasse A won Sokkerboys zijn wedstrijd en blijft daardoor aan kop. Met op 2 punten gevolgd door TAVV. Berkel staat daar 8e. In de derde klasse C, daar gebeurde het een en ander. CVV Mercurius won met 2-1 van Sion door 2 doelpunten van Verschoor. Misschien aangemoedigd door Edwin de Koning die hem vorige week al als invaller noemde. Nu wederom belangrijk met 2 doelpunten. Maar Enze 16 over werd 2-3 en daar lijkt het schokeffect wel te werken.
Rijnmond Hoogvliet Sport, Neptunus Schiebroek werd 0-5 met Klaus Linge op de bank. En misschien had hij dat nog eventjes niet moeten doen. Want ook op maandag verloren zij met 3-0 van CVV Mercurius. Geen schokeffect ook nog bij de Zwervers zichtbaar, want zij verloren met 6-1 van VVOR. De stand daar is Lombardije 52 punten, Honselersdijk 51 punten. Terwijl Amerika Nederland gaat aanvallen, zoals u straks misschien hoort, door wat laag overvliegende helikopters. Zien wij CVV Mercurius gestegen naar de 8e plek. Zij zijn Sion en Maasdijk inmiddels voorbij. Rijnmond Hoogvliet, daar is de gevarenzone met 21 punten. Op de 12e plek 16-hoven, 11e met 25. IVV Zwervers en VVK moeten vrezen. In de derde klasse D daar viel het doek voor Zinkwegse Boys. Nu officieel, het zat er al een tijdje aan te komen. Zij verloren thuis met 2-5 van SSS. Hellevoet Sluis speelde een lastige wedstrijd bij Rokanje en bleef steken op 1-1. Briele won de subtopper tegen Oud-Beijerland, wat toch al een slecht weekend had. Want ook op maandag verloren zij met 1-3 van Piersil, wat zich daardoor nagenoeg veilig speelt. De stand aan kop, Hellevoet Sluis 44 punten, gevolgd door SSS en Oude Maas op 41. En dan alweer een klein gaatje naar Briele en Oud-Beijerland. En beide lijken zich op te maken voor de nacompetitie. Briele vierde derde periode. En Oud-Beijerland moet hopen in het slot. Onderaan lijken Piersil en Botlek, zoals net al gezegd, zich veilig te spelen. Het gat naar Rokanje op een PD-plek is 5 punten. En daar staan zowel Rokanje als WFB. Het gat naar Bernisse is inmiddels 5 punten. En zoals eerder gezegd, Zinkwegse Boys is gedegradeerd. Komen wij aan in de vierde klasse en zien daar DCV, altijd eventjes waar onze aandacht naar uitgaat. Zij hadden het lastig, onverwacht lastig tegen Alanderveen. Al doet de stand dat niet vermoeden, want 7-2 lijkt vrij simpel. Echter, na 9 minuten werd het 0-1. En dat waren ze nog niet eerder gewend. Na 36 minuten werd het 1-1. En in de 41ste minuut werd het nog 2-1. Waarna ze na rust binnen 20 minuten uitliepen naar een 7-1. Uiteindelijk scoorde iemand van Alanderveen nog de eer voor de tegenzeggelijke eer, de 7-2. DCV kan volgende week bij SDV, of thuis tegen SDV, kampioen worden. En er wordt nu al massaal opgeroepen om daar te gaan kijken. Mocht u niks te doen hebben, de wedstrijd begint om 2:30. In de vierde klasse E, daar was een verrassend verlies voor Zuiderpark. Zij verloren met 1-0 van Egeland Tears Boys. Opmerkelijk daar was ook dat de wedstrijd vlak voor tijd is gestaakt. En de jonge scheidsrechter kon de aanmerkingen op zijn fluiten niet meer aan en gaf er de brui aan. Of het een staartje gaat krijgen is niet te hopen, voor zeker niet voor beide ploegen. Omdat de aanleiding volgens beide niet echt noodzakelijk was om de wedstrijd volledig stil te leggen. Vlotbrug haalde een regelmatige overwinning, 7-0 op GGK. En WCR Egeland T-Boys op maandag werd 3-6, waardoor Egeland T-Boys zich nagenoeg plaatste voor de nacompetitie. In de vierde klasse F speelden beide koplopers. Stellendam won met 2-0 van Herkingen en DBGC won met 2-0 van de jonge Spartaan. Het gat tussen de twee met nog twee wedstrijden te gaan is 5 punten. Stellendam heeft 55 punten, DBGC 50. Dat was de zaterdag. Wij gaan snel over naar de zondag. Aangekomen op de zondag zagen wij één wedstrijd en die werd al op zaterdagavond gespeeld. Het was Leonidas Feyenoord, 0-3 voor Feyenoord. En dat is een streep door de rekening van de titel. Aspiraties van Leonidas. Zij blijven op de tweede plek staan, 5 punten achter ADO, die heel snel kampioen zal willen worden. Feyenoord maakt zich op voor de nacompetitie. En verder werd daar niet gespeeld. De eerste klasse B waren op zaterdag twee wedstrijden. Excelsior verloor daar met 1-2 van Kwik. En Papendrecht verloor met 1-2 van Boshuizen. Op maandag een volledig programma. En daar won Excelsior dan wel de 6-puntenwedstrijd tegen GDA met 1-2. Neptunus Schiebroek won met 2-0 van Papendrecht. En dan kijk je altijd automatisch eventjes naar Kwik UVS. Want als UVS punten zou verliezen, dan zou Neptunus periodekampioen zijn. En dat gebeurde. Zij verloren met 4-1 van Kwik. De stand al daar. Boshuizen op 51 punten. Gevolgd door Kwik 43. En heel knap Nieuwekerk met 40 punten. Zij zeggen zelf, waar gaat dat eindigen? Wij gaan het volgen. Neptunus met die tweede periode op een 8e plek. Excelsior op een veilige 10e plek. 5 punten voor op Fuk. En 7 punten voor op GDA. En hopelijk houden zij dat vol tot aan het eind van de competitie. Gaan wij door naar de tweede klasse en komen dan aan in de tweede klasse D. Ook daar een volledig programma. Maar eerst op zaterdag nog twee wedstrijden. Spartaan TGB 2-1 en DRL
Kotjateppe 1-0. En Kotjateppe had sowieso al geen prettig weekend, want ook op maandag verloren zij met 2-1 van PFC. Koplopers maken daar geen fouten en zo blijft VOC bovenaan, gevolgd door PFC en Portugal. Onderin pakte Dilettant en DCV een punt, maar dat deden ze tegen elkaar. Schoten daardoor weinig op. DCV blijft onderaan staan met 13 punten, JHR 15 punten, OVV 16 punten en Dilettant 18 punten. In de derde klasse B ook een volledig programma op maandag. Hermes DVS verloor van Excelsior met 1-3. ONA VFC werd 1-3. SVV Mozaïek 2-0 en Xerxes DZB won van de nummer 3 VEP met 4-0. Zij blijven daardoor 7 punten voor op VFC, 58 om 51. En onderaan, ongemeen spannend, Hermes DVS laatste met 18 punten, ASW 20 punten, Mozaïek 20 punten. En zij gaan strijden voor directe degradatie, dan wel PD. In de derde klasse D kwam er een einde aan de zegenreeks van WCR. Zij verloren met 2-1 van Hekelingen, met onder andere een doelpunt van Robin de Jong. De tweede periode werd daar gewonnen door OHVV. Zij konden dat doen in een onderling duel met DHZ. Het werd 1-0 door een doelpunt van Michiel Tange. En dat is een prijs, maar de grote prijs die ligt er nog. Want uiteindelijk won Slikkerveer ook zijn wedstrijd met 4-1 van Swift Boys. De stand aan kop is Slikkerveer 51, OHVV 49. En AGE, zij speelden gelijk tegen CKC en haken daardoor eventjes af. In de vierde klasse E, daar zagen we Soccer Boys. Het is een terugkerend fenomeen. Zij kwamen voor zowel de tweede als de derde keer niet opdagen. En ik denk dat dat uitsluiting van de competitie gaat betekenen. Of dat zo zal zijn is aan de heren van de KNVB. Maar zij kwamen niet opdagen tegen Aeolus. En zij kwamen niet opdagen tegen VOP. Aeolus verloor vervolgens de wedstrijd op maandag bij het laag geclasseerde Voorwaarts. En Ommoord won de topper tegen steeds hoger. De stand aan kop is daardoor als volgt. HWD staat eerste met 41 punten, gevolgd door Ommoord met 39 punten. Steeds hoger 38 en CWO 37. Hillegersberg en Aeolus, zij zitten op het vinkentouw. Hillegersberg is daardoor waarschijnlijk wel uitgeschakeld. Aeolus een duur verlies en blijft op 34. Overigens zou Soccer Boys eruit vliegen. Dat geen gevolgen voor de stand, want zij wonnen 3 keer en deden dat tegen de Zwarte Pijl 2 keer en Voorwaarts 1 keer. En dan Flaké. Zij zijn waarschijnlijk nu nog aan het vieren, want de wedstrijd eindigde zoals die begon op 0-0. En daardoor zijn ze er niet meer in te halen. De kampioen is in de vierde klasse F is Flaké geworden. En terwijl het hier begint te regenen bij Abel, zal het zonnetje op Flaké heel erg schijnen. Zij zijn volgend jaar terug te vinden in de derde klasse. Wij gaan het hier gauw afronden voordat het harder begint te regenen. Vanaf een prachtige locatie waar we straks eventjes wat golfbeelden gaan maken. Binnenkort ook voetgolf. Pitch en Put Roon, restaurant Abel. Wij gaan gauw naar binnen. Kijkt u volgende week weer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS.